Goedemiddag, avond, ochtend, mensen, personen die kijken naar dit filmpje. Dit is wel een voice-over, want mijn fraps vindt het nodig om mijn microfoon niet meer op te nemen. En ik ging er dus vanuit dat hij dat wel opnam. En nou, deze gameplay is wel wat beter dan de vorige keer. Dit is 14 op 5, geloof ik. Is ook niet de beste, maar ik kan ermee door. Ik ga ook niet meerdere keren opnemen, ik doe gewoon opnemen en dat gooi ik meteen online. Nou ja, als het weer maandag is. En ik zal een beetje bij lullen. Hè. Ik kwam er volgens mij hier zo pas achter dat ik dit kon gebruiken. En dan zag ik een ventje lopen. Denk, schiet alles mis. Zo schiet ben ik ook weer, was ik nog de weg kwijt ook. En toen hier zei ik volgens mij dat ik die granaten haat en oon ik even iemand vol. Zo. Mijn innerlijke skills. Kijk zo goed ik ben. Met 45 levens over. Met mijn X-ray in-game ding aan. Ging ik weer misschieten. En die is dood. Killing spree. Nou, dat doen we net voor, toch? Kijk, bot en is niet dood. Hij is vervelend. We stonden ook al meteen tweede. We kwamen iets later in het spel. Zagen jullie misschien niet. Hier ging ik naar de audio kijken, maar dat is allemaal wel goed. Maar we ownen gewoon. We zijn net in het spel, later nog. En dan ownen we gewoon. Kapot cool ben je dan. En ik had in dit filmpje beloofd om in de volgende met een sniper te lopen. Dus dat ga ik ook maar eens doen. Ik weet zeker, dat gaat zo fout, hè. Maar we zien wel. Ik zag weer een ventje lopen. Ik denk, omhoog. Nou, 1, 2, tak, 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 tak. Rennen, rennen, rennen. Overleef. Dus ik ga schieten. Eentje dood. Bijna tweede dood. Ik zie hem. Ik schiet. Ik pak granaat. Ik weet ook niet waarom. Ik ben wel beest. Ik dacht trouwens dat hij raak was volgens mij. Allemaal granaten. Alsof ze je dood willen hebben. Ja hoor. Headshot. Get a kogel through your head. Bitch. Dit is een depot ding. Hier kan je levens halen. Ammo halen. Vlammenwerper. Raketwerper. En een hardshoot. En die krijg ik ook. Dat is echt zo'n bazenmachine ding. Met een raygun en een minigun. En hij heeft 15.000 armor. En dat is wel cool. En dit ventje heeft lag. Behoorlijk. Nou, daar ging ik bijna dood. Ik zweer het. Je granaat. Eat my grenade. Waar ga ik nog steeds dood hier? Nee, nee. Tweede keer wel. Nee. Komt die weer zo'n stinggranaat? Daar zie je helemaal niks door. Ik vraag me alleen wel of dat andere team nou wel wat ziet. Nee. Nee, dat ga ik eens vragen. Zien jullie wel wat? Als je die granaat gooit? Mijn deur doet echt vervelend. Ik ga heel subtiel mijn rooster naar achter rollen. En dus wap! En toen was ik net dood. En ik vind dat dat ventje skill heeft. Gewoon, ik loop hier gewoon door mijn kamer. Ojo. Zo, dit is dicht. En we zitten weer bijna. Hier, het is een 3 burst weapon. 3. En als je daarmee twee keer iemand raakt, is ze zelfs een beetje dood. Nee. Hier proberen ze ook vanaf de zijkant op te pikken, maar dat lukt ook niet. Dus ga ik maar achter me aan. Heel subtiel. En dood. Hier. 1 burst. Hij is hartstikke dood. Nu zit ik natuurlijk weer helemaal aan de andere kant van het level. Dat was ook wel weer nodig. Ja. Nou, die gaat ook dood. Denk ik. Gaat die dood? Ja, natuurlijk gaat die dood. Oh. Ik kon de stand niet lezen. Maar ja. Volgens mij ga ik hier wel bijna dood. Ik zit gewoon heel geconcentreerd te kijken, mensen.
Snap het dan. Natuurlijk ga je met zo'n wapen in de aanval. Ja, dat doe ik. Zo ben ik. Staan ze dan met het hele team natuurlijk. En ik ga dood. Ik ben shot in mijn account. Because ik vind dat lekker. Dus ik ga maar weer met mijn assault rifle. Je krijgt ook voor de mensen die het net spelen. Het is niet zo dat ik geld heb uitgegeven om een nieuw slot te kopen. Die krijg je op level 5. Gratis. En er was er vandaag ook eentje bij mij in de klas. Die dacht zo van... ja, leuk. Ja, en dit spel is echt stom. Want ja, als je hem ingedrukt houdt met schieten gaat hij helemaal omhoog. En met Call of Duty is dat helemaal niet. Ik zeg leuk hè, in een realistischer spel. En toen moest hij lachen. Maar toen had ik hem verteld dat je met... hoe heet dat? Dat je heel snel achter elkaar moet klikken. Met burst fire zeg maar moet je gewoon doen. Ook met assault. En dan gaat hij mooi door het midden. En dat is niet echt. Alleen dan ga je niet midden voor een groepje zitten om dood te gaan. En daarna druk je ook niet om spatie om weer op leven te komen. Maar het... Ik snap het idee. En we zijn eerste met 10 op 4. Er kwam dan een hardsuit daar rechts. En ik interesseer me er ook niet in ofzo. Want ik keek of ik nogal een goede setting speelde waar ik heel erg vlot mee kwam natuurlijk. Onderin zit ook een timer joh. Van mijn opels op. We staan met 3 punten, 4 punten achter en het is nog 2 minuten 15 minuten. 5 punten achter. Hé, dat is een hardshoot van ons. Flex. Ik ga er dadelijk ook een halen, weet ik zeker. Kijk, hoor mij eens burst fire. Eliminate Barbas. Hier probeer ik het weer, alleen die dek het gewoon zwaar verkeerd en dan ben je dus ook meteen dood. Explosive Thunder Rebel. Leuk. Leuk. Waarom spring ik? I just love jumping. Wat ga ik doen? Volgens mij... Ja, ik keek of dat het dak open was voor een hardshoot, want die dingen komen uit de lucht vallen. En ja, moet je wel open voor zijn. Kijk, dan koop je zo'n dingetje voor 1200 CP. Dat is zeg maar je geld. Dan kan je killstreaks van halen. Dat had ik net al met uitgelegd. Onder gaan staan ga je dood. Volgens mij zei ik dat net ook al. Maar dat maakt niet uit. En ja, zo ziet het eruit. Je loopt er niet super snel mee. Maar je kan wel boosten zoals je ziet. Je hebt 15.000 armor. Je hebt railgun en een minigun. Met een goed aantal kogels. Die vrijwel eigenlijk niet opgaan als je goed schiet. Zoals ik. Met je raygun. In één keer raak. Raygun is one hit kill zeg maar. Dat is gewoon echt netjes. En je hoort op de achtergrond zo mooi. Dan komt er nog een hardshoot ding bij. Dan gaat een of andere toeter af ofzo. You are now team warlord. Kijk, hier denken mensen dus mij aan te kunnen. En dan kom ik hoor. Regun 1. Boom. En ik dood. Regun 2. Mis. Regun. Minigun. Dat is een minigun. Die valt. Vind ik. Die spreadst te hoog. Boom. Regun. En die derde loopt daar. Bots. Weer eentje dood. Als je eenmaal dat ding hebt. Je heerst. Maar ja. Hier werd ik verbrand. Door een of ander gaar persoontje. Moet kijken hoe snel je leven er dan vanaf gaat. En het is voorbij. Vergeet niet te... Oh ja, ik zeg good game. Volgens mij GG, good game. Ja. Vergeet niet te abonneren. Te aan je favorieten toe te voegen. Dat. En te duimpje omhoog te doen. En dan spreek ik jullie de volgende keer.